Dat was dus ons opperhoofd. Nou, ik kan het. My friend, she is rolling out.
Yeah.
nemen. Daar ben je nou zo voor. Ja, Ruudje maakt ook een zootje. Allemaal, hè, Ruud? Staan er allemaal op, hè? Ja, ja. Ik heb er al 10 opgenomen. Ja. Dat is de vorige keer dat je zo'n foto maakt. Zet hem eens op, joh. En dus alles wat er vroeger gewekt werd en gekarnd, hè, aan de karnton. Dat is die mevrouw mee bezig. En dan op de tafel hebben we dus speciaal voor de visserij de garnalen en de vis. Maar we hebben ook de ouderwetse mispels. Dat is in het midden van het ding. En ze maakt er natuurlijk jam van alles. Van de aardbeien en van de appeltjes en de peren. Zo ging dat vroeger. Maar dat moest natuurlijk ook wel. De bonen in het zout. Omdat je vroeger geen ijskast had en geen diepvries. En nu is een monument geworden. En u ziet hier een beeld van de kuipermaker en de klompenmaker. De klompenmaker kijkt een beetje lelijk, want hij sloeg net op zijn vinger. En de kuipermaker lacht erom. Ja, dat is het verschil van zoals het vroeger ook ging. De boerderijen die gemaakt werden met rietendek. En die train die werd zowel gebruikt voor bij de boer, als dat die op de hoek van een boerderij stond. Ja, daar werd ook de train voor gebruikt. En dan ziet u hier een gedeelte van de visserij. Nette boeten. En om netten te boeten had je een wit schort aan, want anders zag je het niet. Dus de dames die aan echt de vissersvrouwen hadden witte of lichte schorten aan. Vandaar ons outfit ook, zowel in het boeren als in het dingen. Het verschil daartussen. En dan hebben we de steen die ooit bij de haven in het sluis gezeten. Kost alleen, hè? Deze niet. Die was vroeger vaak bij de sloot. En krantenpapier. En in de bedsteekkast een beeld van hoe vroeger de keuvels gedragen werden. En dat maakt het een leuk van door de jaren heen. He, in 1800 droegen ze een hulletje, de vissersvrouwen droegen een hulletje, dus dat is dat korte kapje. En daarna werden de langere keuvels. En als je dus rijker werd, naderhand, dan werd de kiep erbovenop gedragen, een hoed. En dat ging over de keuvel niet meer, maar wel de hoede. En de koopman, die kwam met heel zijn negotie. En dan kon de moeder de vrouw kiezen. Want ja, naar de winkels gaan zoals wij met naar C&A en weet ik het wat allemaal naar de stad gaan. Dat was ze vroeger niet bij. Maar ze konden thuis alles kopen. En als ze het niet hadden, dan bracht hij het de volgende week mee.